Zo, beste mensen, ik ben hier aan de Albert Heijn van Hulst. Ik heb hier nog via Google Maps nieuwe reviews die interessant zijn. Iemand die hier reageert: ik denk eraan om daar te blijven te gaan, dus hier te blijven shoppen in plaats van de Colruyt in België. Dus je ziet de overtuiging van het XL ervaren hier. En ook om leuk mee te geven, de mandjes zijn terug. De bakkerij. Dus beste mensen, ik kom van 10 kilometer ver om hier mijn brood te kopen. Dat is zo'n goed brood. Het beste stokbrood van de streek hier. Er is ook bruin stokbrood. Dus naast het winkelen in de week kom ik dus ook wel speciaal voor het brood hier, hè? Zoals nu. Dit is hier ook interessant. In het weekend kom ik ook op zondag, hè? Deze koffiekoeken kopen. Het is natuurlijk wel verleidelijk dat men toch wel even voor het weekend toch ook wel iets meedoet. Ik ga even kijken hier, ja, dat zijn de favorieten, deze hier. Dat is ook wel bekend, hè, dit. Maar bon, ik kom ook op zondagochtend. Ik heb nog één zaak nodig, fijne suiker. Zo, dat is hier. Meer bepaald kristalsuiker en ook het huismerk Albert Heijn is bijzonder goed. Voilà, dat was het. Zo, de rest kom ik zondag. Ik vind het altijd leuk op zondagochtend mijn grote aankopen hier doen. Ik ga toch nog even naar de zuivel daar. Er is hier ook een stand voor de kleinste. Dat is ook wel interessant om even mee te delen. Dus als je met een kleine bent, kan ze even amuseren hier. Ik ga er nog even in beeld brengen.
Zo, dat waren dus kleine boodschappen. Brood, het suiker en op zondag de grotere aankopen. Zo, tot zo dadelijk. Zo. Ja, als je even zonder winkelkar bent, dus met het mandje, moet je wel natuurlijk nog even meenemen. Dus een tas al bij hebben is wel handig. En ik heb wel een in mijn fiets. Zo, je kan hier al zien het volk dat hier komt. En het is nog maar 9 uur. Ik zeg maar met de Google Maps foto's, er zijn zoveel reviews, ook mensen die reageren buiten de Google Maps, dat ik berichten van ontvang, die zeggen van wauw, geweldig de beelden, de foto's. Wij komen naar Albert Heijn XL Hulst. Nee, dat is echt serieus. Zo, alles zit in deze tas. De AHA XL Hulst. Het is een bijzonder handige tas. Klok. En het is ook wel bijzonder leuk natuurlijk om boodschappen ermee te gaan doen. Bedankt voor uw bezoek en tot ziens. Zo, beste mensen. Meer informatie en leuke video's kunt u zien op mijn YouTube kanaal. En natuurlijk de foto's en reviews en dergelijke via Google Maps. Tot de volgende keer.